Suriname is een multicultureel land met verschillende bevolkingsgroepen met hun eigen religie, oftewel godsdienst. In dat kader is gisteren voor de 31ste keer de Wereldreligiedag gevierd. Deze dag wordt als verbroederingsfeest uitgebreid gevierd door de verschillende etnische groepen in Suriname. In de verte is de Nationale Geestelijke Vergadering van de Bahá'í-beweging in de Verenigde Staten besloten de derde zondag van januari uit te roepen tot Wereldreligiedag. Op die dag worden priesters van alle godsdiensten in het zonnetje gezet. De eerste Wereldreligiedag was op zondag 15 januari 1950. Het thema van de viering gisteren was spiritualiteit als instrument voor de geestelijke ontwikkeling van de mens. Het openingsgebed is gedaan door de voorzitter van Arya de Waker, Ganga Bisun Singh. Mary Gafurkan Karamatali, de Masters of Ceremony, ging nader in op het thema. Vandaag gaan we met elkaar praten over het thema spiritualiteit als instrument voor de geestelijke ontwikkeling van de mens. U weet dat het bij spiritualiteit gaat om zielsverrijking van jezelf, zelfkennis, zelfverwezenlijking, verlichting en je ziel beschouwen als basis van de liefde Gods, de bron van ons bestaan, de levenskracht. Door zielsverrijking worden wij eerlijke, betrouwbare, oprechte, onbaatzuchtige, geweldloze, toegewijde, liefdevolle, verantwoordelijke, gedisciplineerde partners, vrienden, familie, werknemers, leiders, etcetera. Het thema benadrukt de belangrijke rol die religie inneemt in het ontwikkelingsproces van de gemeenschap. Dit zegt Nasir Eskak, die de minister van Binnenlandse Zaken vertegenwoordigde. Volgens hem geeft het thema ook aan dat welzijn en welvaart van de natie gestuurd is op de algehele ontwikkeling van haar burgers. Dit houdt in dat de nodige aandacht ook geschonken dient te worden aan het ontwikkelen van de spirituele dimensie van de mens, zodat de ontwikkeling van lichaam en geest in overeenstemming komen met elkaar en men met een bevredigend gevoel kan genieten van de aanwezigheid van materiële rijkdom, status en een gezond lichaam. Slechts met de spirituele ontwikkeling kan men een voller en rijker leven verkrijgen. Hierdoor komt men tot het besef dat de ontwikkeling van de ziel niet mogelijk zal zijn zonder de liefde en nodige respect voor de medemens. Zeer geachte broeders en zusters, uit het voorgaande blijkt dus de belangrijkheid van het thema van vandaag. De viering van Wereldreligiedag is een verbond van geloofsgenoten, een gelegenheid om te delen, te bidden, te getuigen, om samen inspiratie op te doen en een bijdrage te leveren aan de opbouw en verdere ontwikkeling van ons land. Het legt de fundering voor het gezamenlijk tot ontwikkeling brengen van een ieder die weer zal leiden tot ontwikkeling van ons geliefd land. Namens de minister van Binnenlandse Zaken verklaar ik deze viering van Wereldreligiedag voor geopend en wens ik u een succesvolle viering toe. De viering van de 31ste Wereldreligiedag met als thema spiritualiteit als instrument voor de geestelijke ontwikkeling van de mens is gehouden in de tempel van het multifunctioneel centrum Arya de Waker.